Hoe wrang kan het zijn op het moment dat de Tour de France de Vogezen intrekt en het werkterrein van Stef Clement eindelijk begint? Is dit de achterkant van de Tourromantiek? Station Roosendaal, aanleghaven voor een gehavende renner. Via Parijs en Brussel nu naar Roosendaal en daarmee is het klaar. Het is gewoon vervelend dat je 6 maanden bent bezig geweest met het hoogste doel, de Tour. En dat je dan nog voordat je überhaupt wat hebt kunnen laten zien hier alweer in Roosendaal staat, dat is heel vervelend. De Tour beschouw ik inderdaad als niet gereden, want de eerste rustdag niet gehaald, de bergen niet gehaald. Ik bedoel, normaal gezien stap ik niet op voor een koers van 6 dagen over vlakke land en kasseien, dus het was niet mijn rondje, denk ik. Ineens lag hij daar in de berm, einde Tour, gesneuveld tussen de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Een typische nerveuze toerval, die vooral een droom doormidden brak. Over 10 dagen mogen die hechting uit die elleboog en tot die tijd gewoon rustig aandoen. Weet je, het toerverhaal is voorbij en daar moet je nu gewoon van bijkomen en dan moet je gewoon die fiets weer pakken en dan ga je dan op zoek naar nieuwe doelen. Maar voor nu heb ik daar geen haast mee. Er zijn er 2 blij dat je weer thuis bent. Nou, 3 hoop ik. Nee, ja. Nou ja, weet je, die 2 jongens sowieso. Die heb ik al heel weinig gezien dit jaar. En weet je, zij verdienen het ook niet dat ik nou chagrijnig thuis ga zitten. Dus het zal wel een paar dagen duren, maar je moet daar snel van afkicken. En dat tourvirus uit je lijf laten gaan en dan de draad weer oppakken. En daar gaat Clement, mocht hij daar zin in hebben, nog net op tijd om de finish van de toerrit te kijken.